En die lopen daar gewoon onder hun... een stringetje. Dus. En dan staat er gewoon een camera op je mik in je woonkamer. Ja, lijkt me ook niet fijn, toch? Na maandenlang campagne voeren is het tijd om samen de laatste eindsprint te trekken. We hebben nog maar 10.000 leden nodig om Poont in de lucht te houden. En dat kan alleen met jouw steun. Dus help ons, word lid voor eenmalig €5,72 en hou de mooiste omroep van Nederland online. Zit je dan uiteindelijk aan je welverdiende biertje op een van de mooiste kroegstraatjes van heel Den Haag? Word je nog in de gaten gehouden door een of andere gluurbuurman die alle kroegeigenaren en kroeggasten zelf het leven zuur probeert te maken door te letten op de coronamaatregelen of er geen geluidsoverlast is? Deze man heeft een enorm dossier hier opgebouwd bij de gemeenteraad in Den Haag, omdat het zo een onmogelijke vent is. Nou, wij gaan eventjes kijken hoe we hier korte metten mee kunnen maken. Hoe is jouw band met deze boze buurman? Hij heeft zich nog nooit voorgesteld aan ons. We zitten hier nu 3 jaar, onze zaak hier. Nog nooit heeft hij ons voorgesteld of gezegd dat hij last van ons heeft of iets. En hij komt altijd met rechtszaken aan. En de laatste ging over decibel, dus vandaar die knop erop. Je hebt wel wat met hem meegemaakt? Heb je al een track record met deze vent? Nee, hij gooit wel eens eieren, rauwe eieren op gasten. En emmers water heeft hij ook wel eens een keer gedaan. Dus ja, dat is niet zo netjes. En als we dan, hij gooit op mensen. Hij speelt voor eigen rechter. Ja. En dan bellen de gasten de politie en dan doet hij niet open. Nou ja, we hebben niet alleen last van die camera. Ja, wel natuurlijk. Maar meneer Wedel, van wie die camera is, die valt de horeca in deze straat al 20 jaar lastig. Betreft containers, vuilcontainers zeg maar, dit weer met die camera. Hij heeft een waslijst aan problemen. De man zeurt over van alles, legt bij ieder besluit wat de gemeente neemt meteen weer een bezwaarschrift neer. Het is een komen en gaan van adviescommissie, bezwaarschriften tot aan de rechter aan toe. Raad van State, meneer heeft alles verloren. Ja, het is natuurlijk de waanzin ten top dit. Het is, je wordt helemaal gek van zo'n man die gewoon continu die straat terroriseert met boze brieven, nu met een camera, een richtmicrofoon. Er zitten kroegen, die zitten er al 140 jaar. En dan ga je dit soort dingen doen. Ja, het is te gek voor woorden natuurlijk. Oh ja, u ziet er ook bijzonder relaxed uit. Ik ben wel relaxed, ja. Maar goed, een beetje zacht praten. Want anders... Maar waarom gaat u hier nog zitten? Het is een vrije wereld. Dit is mijn stamkroeg. Het is mijn terras. Ik mag toch zitten waar ik wil. Alleen ik voel me hier niet... En is dit ook om een statement te maken naar de buurman, wat u onder een kap zit omdat de buurman in filmen gaat? Ik vind dat wel een statement, ja. Maar ik denk niet dat hij er wat mee doet. In feite is dit verboden, hè? Dit is privacy overschrijdend gedrag. Klopt. Want het mag alleen op je eigen terrein gefilmd en hij filmt gewoon de terrasjes. Ja. Met een draaiende camera komt hij ook af en toe op jullie terras te staan. Hij staat op ons pand gericht en wij hebben het hierboven verhuurd en er wonen 3 jonge meiden, studenten, leuke meiden en we zien gewoon de camera draaien. We zien hem gewoon op ons pand gericht. Zitten hier mensen van de NAVO, van de ICC, van onze expats, die pakken hun telefoon al niet meer op het terras omdat hij ook afluistert. En dat zijn de dingen die we gewoon niet meer willen. We zijn hem spuugzat. Ja, hier wonen ook 3 meisjes schijnt. Ja, klopt. Die zeiden ook dat ze het niet fijn vinden voor hun privacy. En die lopen daar gewoon onder hun... Een stringetje. En dan staat er gewoon een camera op je mik in je woonkamer. Ja, lijkt me ook niet fijn, toch? Hij gaat wonen in een horecastraatje, willens en wetens. En hij klaagt over alles. Hij wil het liefst dat onze terrassen weggaan. Bij wet is het überhaupt verboden om meer dan je eigen grond te filmen. Klopt, het is ten strengste verboden als je weet... hoeveel moeite je moet doen om bijvoorbeeld cameratoezicht te krijgen bij afvalhuftes of bij mensen op de boulevard die de zaak terroriseren. Moet je helemaal aan aarde bewegen om cameratoezicht te krijgen. En deze meneer die hangt gewoon zelf eventjes een camera op. Ja, in zo'n wereld wil ik niet leven. Ik denk dat hij heel veel tijd over heeft. Ja, nou ja, dan gaan wij eventjes langs kijken wat hij doet. Ik ben heel benieuwd, succes. Hij heeft ons vast al gezien. Ik denk dat de enige deur die straks open gaat van een politiewagen die open rijdt, omdat hij de politie weer heeft gebeld.
Oh joh, dit is toch helemaal te triest voor woorden. Nou ja, goed, hij deed helaas niet open. Hij zou ook waarschijnlijk niet opnemen, maar we hebben wel zijn nummer weten te achterhalen. Dus nou ja, het enige wat ik ga vragen als bezoeker van dit café, wat doet hij met mijn beelden? Even voor de stress. Op elk ander café hier. Dag, Raoul, met Mark Baanders. Ik heb een vraagje. Ja, ik zit op een terras en ik word gefilmd door een camera van u. Nee, je wordt helemaal niet gefilmd. Ik vraag me af wat er met de beelden gebeurt van de camera die u op heeft gehangen en die gericht staat op het terras waar ik zit. Je wordt helemaal niet gefilmd. Hij heeft de camera opgehangen, eigenhandig, tegen de muur aan. En ik word niet gefilmd.